Hi, supporter van sport. Ik ben Maria Verschoor. De komende tijd ga ik samen met Michel Mulder en Mark Tuijkert jullie verschillende korte oefeningen geven, zodat je toch thuis fit kan blijven. Oké, we gaan ervoor. We gaan beginnen met de eerste oefening en dat is een variatie van de plank. Het is daarbij de bedoeling dat je op je voeten en je elleboog gaat liggen en eigenlijk dat je met je rechter en linkerhand omhoog en omlaag gaat. Ik zet mijn timer op 30 seconden en dan gaan we van start. Bij deze oefening dat je goed je buik aanspant en niet door je rug heen zakt en ook je billen goed aanspannen. Nou, dit was al best een zware oefening. We gaan nu door naar de tweede oefening, dus pak thuis een tafeltje of een verhoging, misschien op de bank, pak er iets bij en dan gaan we daar de tweede oefening op doen. Oké, we gaan nu de omgekeerde plank doen, waarbij je één been in de lucht doet. Je gaat op je rug liggen, je kont goed omhoog, goed aanspannen en dan één been omhoog en omlaag. En dit doen we 30 seconden. Dit voel je waarschijnlijk in je hamstrings en wij doen dit vaak om blessures te voorkomen. Nu gaan we de zijwaartse plank doen. Die doe je zo. Alles goed aanspannen. En mocht je dit makkelijk vinden, dan kan je met één been op de verhoging en het met één been doen. En dit doen we 20 seconden. Alle plankoefeningen en dit kan je waarschijnlijk wel goed voelen in je core en in je hamstrings en binnenbenen. De laatste oefening moet je natuurlijk ook nog 20 seconden de andere kant doen. En als je deze oefeningen allemaal nog 3 keer herhaalt, dan heb je echt een lekkere workout erop zitten. Oké, nu gaan we oefeningen doen voor je benen. En het zijn lunges en squats. We gaan beginnen met de zijwaartse lunge. Goed diep inzakken en terug. En dit gaan we ook weer 30 seconden doen. Zo, nou dat voel je waarschijnlijk wel aan de binnenkanten van je benen. Gaan we door naar de volgende oefening. Gewoon voorwaartse lunges. Stap je uit, goed rechtop blijven en terugstappen. Zo, en dit zal je waarschijnlijk wat meer voelen in je bovenbenen. Gaan we door naar de laatste oefening, squat jumps. We gaan 30 seconden lang, ga je goed door je knieën en spring je omhoog. Daar gaan we, 30 seconden.
Nou, ik ben er helemaal buiten adem van. Ik hoop dat jullie een leuke workout vonden en dat je dit goed voelde in je benen. Zet hem op. En ook deze oefening moet je 3 keer herhalen. Dit zal je dus voelen in je core en in je benen. En we gaan nog even afsluiten met een killer workout. En die gaat als volgt. Je staat op je handen en je voeten. En we gaan 30 seconden lang met je voeten heen en weer. Daar gaan we. Zo, het zit er weer op. Goed gedaan en heel veel succes met je spierpijn morgen. Yes, we hebben het gedaan. Het zit erop. Ik vond het heel erg leuk om te doen en ik hoop jullie ook. En ik hoop dat het thuiszitten even iets leuker is geworden door deze workouts en dat we samen fit blijven. Wil je nou meer workouts doen en ook gehele workoutvideo's zien? Meld je dan aan en krijg toegang tot meer dan 100 verschillende workouts. Oh ja, als je je nu aanmeldt, krijg je ook nog eens een gratis fitnesspakket van Body & Fit erbij. We'll be right back.